Hallo, vandaag wil ik met jullie een stoel gaan tekenen. Ja, stoelen zijn er allerlei varianten, maar heb je al wel eens een stoel getekend? Laten we eens gaan kijken wat voor verschillende stoelen er zijn en hoe teken je die dan. Doe je mee? Ja, een stoel. Nou ja, een stoel. Eigenlijk is dat heel makkelijk, een stoel. Pakken een ovaal, een soort schijf van, en een poot onderzetten, zo, en nog een poot, en daarachter er een kortere, zo, een beetje schaduw, deze mag iets meer schaduw hebben, want die staat verder weg, deze ook, hier ook nog een schaduwtje, zo. En dan kan er ook een rugleuning bij. En die mag ook ietsje schaduw hebben zo bovenin. Een beetje een glowing hierin. Ja, in principe hebben we dus nu al een stoel getekend. Zo eenvoudig kan het zijn. Nou, je hebt natuurlijk verschillende stoelen. En wat ik zelf een hele fijne stoel vind, bijvoorbeeld. Dat is misschien een beetje oudbollig. Je kent ze vast wel, zo'n oorfauteuil. Dat vind ik zo fijn om bijvoorbeeld een boek in te lezen. Echt zo'n stoel waar je lekker in even weg kan zakken. Wacht, ik ga hem nog eventjes voorzien van knoopjes. Nou, weet ik niet of dat dan weer lekker zit, maar... Het is echt zo'n ouderwetse fauteuil waar je lekker een boek in kan gaan lezen. Zo. Nou ja, zo zijn er natuurlijk nog verschillende soorten stoelen en banken en ja, noem het nou maar op. Zoek zelf eens een stoel op die je wil natekenen of ga gewoon kijken in je thuis wat voor stoel je hebt. En probeer die eens na te tekenen en dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!